super leuk dat jullie weer zijn. Welkom terug bij een nieuwe video. Ik ga vandaag aan jullie laten zien wat er allemaal op mijn make-up kastje staat. En ik ga het ook een beetje opruimen. Want ik merk gewoon de laatste tijd dat ik heel veel spulletjes en dingetjes heb liggen die ik eigenlijk nooit gebruik. Deze video zal dus een soort van opruimvideo slash wat heb ik allemaal op mijn make-up tafeltje staan worden. Deze zin klopte volgens mij niet helemaal, maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vinden. En als je benieuwd bent wat ik er allemaal op heb en hoe ik mijn tafeltje weer opruim en schoonmaak, blijf dan zeker kijken. Normaal gesproken zit ik altijd hier tijdens het filmen, maar ik zal nu even voor jullie uitzoomen, zodat jullie kunnen zien hoe het er in werkelijkheid allemaal uitziet. Tada! Nou, dit is het. Ziet er al meteen heel anders uit, maar dit zijn dus mijn IKEA-ladekastjes. Ik heb al deze dingen, alles wat je op de achtergrond ziet, het bureautje, de kastjes, die heb ik van IKEA. Ik zal de links in de videobeschrijving zetten. Deze video is niet gesponsord, maar ik vind het gewoon hele mooie en fijne kastjes. Iets wat ik nieuw heb en wat ik zelf heel mooi vind, is deze plank hierboven. En daarop heb ik een aantal pruikenstandaarden staan met daarop dingen die ik heb gemaakt, zoals headpieces, een pruik, kronen, nou dat soort dingen eigenlijk. En verder valt er niet heel veel over te zeggen denk ik, dus ik ga jullie nu met mij meenemen. Dit is het dus van dichtbij en dit is ook hoe ik het vanmorgen heb achtergelaten. Ik heb het expres niet opgeruimd of schoongemaakt. Hallo! En als eerste hier deze ladekast. Hier zitten heel veel make-up spulletjes in. Als jullie het leuk vinden kan ik die wel een keer laten zien. Dit is mijn tissuehouder in de vorm van een schaap. Hij is zo schattig van mijn ouders gehad. En hier doe ik in plaats van tissues, doe ik wc-papiertjes in. Als ze er nog uitkomen, zo. Unicorn tasje, een hartje zonnebril. Nou, wat dit is, ik heb geen idee, dus ik doe het gelijk weg. Daarachter nog een kaarsje. Dan heb ik hier heel veel troepjes en spulletjes, maar daar kom ik zo bij. Als eerste hier nog, nou, ik heb deze volgens mij ooit bij Xenos gekocht of zo. Deze heb ik ook van mijn ouders gehad. Deze is van LA natuurlijk. En de lipstiften die ik heb gemaakt. En deze Barbie met blauw haar die ik echt super tof vond. Waar ik ooit een campagne voor mocht doen. En dan hier inderdaad alle pruiken, standaarden met de dingen erop die ik ooit een keertje heb gemaakt. Ik ben echt super blij met deze opstelling in de achtergrond. Ik maak er iedere dag met heel veel plezier gebruik van. En we zijn dus nu aangekomen bij het middelste gedeelte wat ik nu met jullie wil gaan opruimen. Want dat was echt heel hard nodig. Ik haal eerst alle dingen weg die meteen de prullenbak in kunnen. Tissues, wattenschijfjes, wattenstaafjes. En tijdens het opmaken drink ik altijd een kopje koffie om de dag rustig te kunnen beginnen. In hoe kan het ook anders, een schapenbeker. Het is natuurlijk het allerbeste om je make-up en spulletjes meteen op te ruimen na het gebruik. Maar soms ben ik hier best wel slordig in, dus de make-up die op mijn tafeltje ligt, berg ik weer op in mijn kastjes. In iedere lade bewaar ik weer andere spulletjes en door het iedere keer op dezelfde plek terug te leggen, maak je het zelf gemakkelijk tijdens het gebruiken van je spullen, maar ook makkelijker tijdens het opruimen daarvan. Deze spiegel met verlichting is van Babyliss. Die heb ik van Sjors gekregen voor mijn verjaardag. En ik gebruik hem dus inderdaad iedere dag en ik vind hem echt super fijn. En deze bakjes zijn van AliExpress en dit kon je natuurlijk al zien in mijn AliExpress en Wish favoriete video van vorige week. Oké, nou de meeste troepjes en dingetjes die er niet horen, die heb ik nu al opgeruimd. Of eigenlijk het allereerste wat ik tegenkwam. Dus het ziet er nu al redelijk netjes uit. Dan is het dus tijd om laadjes uit te zoeken. Maar eerst ga ik het dus eventjes lekker schoonmaken en weer mooi glanzend maken. Want het is nu echt best wel vies. Zo, en dit ziet er alweer een stuk beter uit. Eens in de zoveel tijd maak ik alles grondig schoon. Maar tussendoor vind ik het makkelijkste om het schoon te maken met een beetje glassex en keukenrol. Ik maak ook meteen mijn spiegel ermee schoon, want echt, het is bizar hoe snel je spiegel weer vies wordt. Valt het jullie ook op? In principe is het nu alweer helemaal netjes en schoon, maar ik ga nu nog meer opruimen met jullie. En als je het moeilijk vindt om dingen op te ruimen, dus dan heb ik het echt over het sorteren en weggooien of doneren van spullen, dan heb ik hier nog enkele vragen die je aan jezelf kunt stellen. De eerste vraag, heb ik het afgelopen jaar gebruikt? En als je antwoord nee is, dan weet je eigenlijk al genoeg. Is het nog wel houdbaar of is het al over datum? En ik wil jullie echt aanraden dat het veel beter is om producten die niet meer houdbaar zijn gewoon echt weg te gooien. Als ik dit nu tegen zou komen tijdens het shoppen, zou ik het dan ook nog kopen? Is het kapot? En kan ik het maken? Of ligt het hier al een jaar te verstoffen met de gedachte dat ik het zou gaan maken?
En de laatste vraag, kan ik misschien iemand anders er blij mee maken of zou ik het kunnen doneren? Hopelijk helpen deze vragen jullie een beetje als je het moeilijk vindt om op te ruimen. Deze acrylkastjes die heb ik gekocht op AliExpress. En hier heb ik eigenlijk echt van alles en nog wat in zitten. Maar zoals ik al zei, heel veel dingen gebruik ik eigenlijk niet echt. Dus ik ga kijken wat ik er nu allemaal uit kan halen wat ik niet gebruik. In dit bakje zitten allemaal tools zoals een vel, pincet, al dat soort dingen, een pen en zo. Maar hier gebruik ik eigenlijk ook heel veel dingen niet van. Dus ik ga kijken wat ik er allemaal uit kan halen. Het laagje zelf is best wel vies, dus die maak ik nu ook eerst eventjes schoon voordat ik de spulletjes er weer in doe. Ik ben echt super lui, dus dit doe ik ook gewoon weer met een beetje glassex. En hier doe ik nu dus alle dingetjes weer in die ik wel gebruik. Kan ik weer terug. En iets wat ik altijd heel erg fijn vind werken is om een bakje of in mijn geval een plastic zakje erbij te houden. Deze noem ik dus ook echt de bullshit bag. Want hier gaan we alle spulletjes in doen die we dus niet hier willen hebben. En als je dan helemaal klaar bent met opruimen, dan heb je dus alleen nog de bullshit bag. Maar dan weet je in ieder geval dat dat spullen zijn die je of ergens anders neer moet leggen. Of dingen die je misschien kunt weggooien. Maar dan is in ieder geval het gedeelte wat je wilde opruimen helemaal netjes. En het is maar net wat je zelf fijn vindt. Je kunt er ook natuurlijk voor kiezen om alle spulletjes die je bijvoorbeeld hier weghaalt, om die gelijk op te ruimen. Maar ik vind het altijd heel fijn om gewoon alles eerst even netjes te hebben en dan daarna de overige prulletjes en dingetjes te gaan organiseren. Dus alle dingen die ik niet gebruik voor mijn dagelijks make-up routine, of dingen die ik uit luiheid in deze lades heb opgeborgen en eigenlijk ergens anders hoorden te liggen, haal ik er weer uit. Die stop ik dus in de zak, zodat ik alles eerst netjes kan maken. Dit vind ik super fijn en snel werken. En tussendoor krijg je dus al een soort van beloning, omdat het allemaal netjes is. En dit geeft mij dan weer motivatie om alle spulletjes die ik in een zak heb gedaan weer netjes terug te leggen op de plaats waar het wel hoort te liggen. En je kunt de zak ook nog eens heel makkelijk met je meenemen naar andere ruimtes in het huis om het eventueel op te bergen in je slaapkamer, in je woonkamer. Nou, in ieder geval, het is gewoon makkelijk mee te nemen. Nu zit ik alleen te denken, ik heb hier ook nog een lipstickhouder. Hier zitten ook wel een aantal spulletjes in die ik eigenlijk niet zo vaak gebruik. Maar hier kan ik dan wel weer dingen in doen die ik wel weer vaker wil gaan gebruiken. A few moments later. Oké, nou ik zie dus dat ik niet verder kom dan dit eigenlijk. Dus ik heb besloten dat ik dit dus eigenlijk moet opruimen. Want dan kan ik dit ook gewoon van mijn bureautje afhalen. Waardoor het gewoon wat leger en opgeruimder blijft. Dus dit ga ik ook gewoon weer opruimen in mijn make-up stash. En dit is hoe het er nu uitziet. En geef toe, niets voelt fijner om weer een schone kamer te hebben. Of een schone werkplek. Gewoon dat alles weer lekker fris is en schoon ruikt. En er fris uitziet. Ik hou ervan. Ook had ik aan jullie via Instagram gevraagd om jullie foto's op te sturen van jullie make-up tafel. En ik heb een paar hele toffe en mooie en inspiratievolle foto's gekregen van jullie. Dus dank jullie wel daarvoor. En dit zijn de foto's die ik heb ontvangen. Ik vind het er allemaal super leuk uitzien. Ik vind het heel leuk om te zien hoe jullie je make-up tafeltje hebben. Dus heel erg bedankt voor het opsturen van jullie foto's. Hebben jullie dat ook, dat je het gewoon super leuk vindt om te zien hoe een ander dingen doet of dingen opruimt of dingen bewaart? Ik vind dat echt heerlijk. Dus heel erg bedankt voor jullie foto's en voor een kijkje in jullie leven. Alles is weer helemaal lekker schoon, fris en opgeruimd. En geef toe, dit is gewoon echt heerlijk. Gewoon het gevoel dat je lekker hebt opgeruimd. En dat het weer schoon en fris is. Het enige wat mij nog te doen staat is om deze tas te legen. Maar laat zeker weten in de comments wat jullie favoriete manier of methode is om op te ruimen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ben ook heel erg benieuwd of jullie dit misschien zelf gaan toepassen bij het opruimen. Laat het even weten in de comments. Ik hoop natuurlijk dat jullie dit een leuke video vonden. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken. Geef zeker een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En abonneer je op mijn YouTube kanaal voor meer video's. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doeg!